Het Frank Cameron Centrum, dat meer bekend staat als de SOGK, heeft vandaag zijn 33-jarig bestaan gevierd. Het feest is gehouden op het complex aan de Bonnystraat, de Geiersvleit. De dag startte met een dankdienst voorgegaan door dominee Ray Wimpel. Daarna is er geluncht en gedanst door bezoekers, het personeel en andere genodigden. Diverse leidinggevenden, onder wie grondlegger Frank Cameron, hebben ook het woord gevoerd. De SOGK is op initiatief van Cameron in 1985 in gebruik genomen en heeft zich sindsdien ingezet voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het accent wordt daarbij vooral op de jeugd gelegd. Cameron legt uit dat hij langer dan 33 jaar bezig is met mensen met een beperking. Hij heeft na al deze jaren nog steeds plezier in dit werk. 35 jaar dagopvang. Is geen 35 jaar SOGK. November aanstaande, 15 november, is het 40 jaar geleden dat wij met de stichting zijn begonnen om iets te doen voor deze jeugdigen. En 35 jaar geleden, hier hebben we een heel groot feest gehad, want kon hier officieel in gebruik worden genomen. En wij hebben nog een aantal van die kinderen, volwassen mensen van toen. We zijn erg blij, want wij proberen om deze groep ready te maken voor de maatschappij. Ze helpen thuis, ze koken, is toch waar, Zamora, ze maken huis schoon, ze doen alles. Ze zijn dus, mijn ouders hebben plezier met hun en zo willen we dat de andere ouders die naar dit programma kijken en luisteren, dat zij, oh ja, mijn kind kan ook meedoen. Wij laten ze meedoen aan sport en ze hebben altijd ervoor gezorgd dat Suriname een hoge plaats kreeg. Marian Cameron, directeur van SOGK, zegt dat het 33-jarig bestaan van de organisatie een bijzondere prestatie is van de stichting. Ze benadrukt dat het centrum, ondanks de moeilijke financiële situatie van het land, zich zal blijven inzetten voor haar doelgroep. In je leven heb je een bevoorrechte positie als je mensen kunt helpen of mag helpen. En wij blijven voor ogen houden dat verandering bij jezelf begint en dat je altijd positief in het leven moet staan. Zo is het toch, Firdaus? En door de huidige situatie in ons land kunnen we misschien, als het Frank Cameron Centrum, iets minder doen. Maar dat neemt niet weg dat we bij de pakken gaan neerzitten. We gaan gewoon ervoor. En al help je maar één persoon in je hele leven, dat geeft al meer betekenis aan jouw eigen leven. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. En ben ik God zeer dankbaar dat ik een geweldig team achter mij heb. Marianne Cameron, directeur van de Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen, SOGK. Deze stichting heeft vandaag zijn 33-jarig bestaan gevierd.